binnenbeen. Voel je, dus weer hetzelfde verhaal, ik denk, en dan volg ik je binnenbeen extra, ja. Dat je hem daar net scherper mee maakt, dat hij niet scheef wegspringt. Dat vind ik altijd jammer, als ik hem aan te veel buitenbeen moet drukken, ja. Hou je automatisch dat je kont een beetje naar binnen gaat plaatsen. Ja. Denk aan het binnenbeen buitenbeen, blijf het soms sluiten, hou dat erbij. Goed zo, lekker die voorhand plaatsen. Mooi, mooi weg. Binnenbeen aan. Goed, blijf daar zo bij, hou dat zo erbij. Last voor, blijf daar erbij. Mooi werk. Been lang, niet optrekken. Je merkt in jezelf, je wil hem zo hard om ondersteunen door de been wat terug te leggen en op te trekken. Maar dan kom je daardoor naar buiten te zitten. Ja. Het effect kan misschien een moment zijn dat je denkt, hé, daar word ik beter van. Op het volgende moment raak je het juist kwijt. Ja. Goed zo, harde been. Blijf er dan bij. Hou dat verder aan. Fijn, kwart los, door die bovenlijn. Door die boven, aan elkaar, aan de binnenbeen, door die boven. Kort als je geen kant, niet vasthouden. Mooi, kwart op. Zo blijven sluiten. Aan de binnen, goed zo. Dat is max. Juist, dan nog maar een pasje verder terug. Dat is alleen ideaal. Nee hoor. Man, goed zo, blijf ermee spelen. Aan de been. Ietsje naar voren bouwen. Kijk, dat wil ik dan ook niet te lang hebben. Dat, voel je, dat wordt dan wel heel snoeibaar voor. En dan zie je dat hij gaat afbreken en denken, dat kan ik niet. Lassen, exact, twee liever zo. Een stukje naar voren, een stukje naar voren. Mooi, uitgaan.